Over 2 weken begint het WK. Wat verwacht je ervan, met name van Denemarken dan? Wereldkampioen lijkt mij toch? Ja, lijkt me ook. Niet zo moeilijk. Nee, ik weet je wat ik hoop? Ik hoop gewoon dat de trend van de Champions League en van de Europa League, de laatste fase, dat die doorgetrokken wordt met hele spannende wedstrijden, veel goals, teams die willen aanvallen, die willen goals maken. Ja, en daar hoop ik op. Ik hoop echt niet op die schaakspel, weet je, de bus parkeren, staan wachten op fouten van anderen. Nee, dat we zulke goede, interessante wedstrijden krijgen, zoals in de laatste fase van de Champions League, de laatste fase van de Europa League. Ik hoop dat zich doortrekt. Je maakt een grapje van Denemarken wordt wel even wereldkampioen, maar hoe moeten wij Denemarken inschatten? Als een, absoluut geen kans hebben voor de eindzegen. Het zijn gewoon te veel goede landen. Maar doorkomen van de pool, dat zou een mooie prestatie zijn. En dan weet je het nooit natuurlijk. En veel ogen zullen ook gericht zijn op Eriksen. Je kent hem redelijk goed. Wat verwacht je van hem? Heel veel, maar dat komt ook door wat we gezien hebben met de Champions League op het allerhoogste niveau. Als ik zo presenteerde, ja, dat geeft wel echt wel verwachtingen. En dat gaat ook wel lukken hoor, want Denemarken heeft best wel op dit moment spelers die in de top van Europa zitten. Sevilla, Chelsea, nou, Tottenham en onze eigen Nederlandse spelers Jurgensen, Schöne, Fischer, Eriksen natuurlijk die ook hier gevoetbald heeft. Ja, het wordt wel heel leuk en de opbouw in de pool is goed, want Frankrijk is de grootste favoriet. Die hebben wij als laatste wedstrijd. En dan zijn zij al geplaatst en kunnen jullie gewoon 3 punten pakken? Sorry? Zij zijn dan al geplaatst waarschijnlijk, dus kan je daar even overheen lopen. Precies, dus de opbouw is goed. Ja, over Eriksen gesproken, er gaan heel veel geruchten de ronde van hij moet misschien een stap gaan maken. Ben je het daarmee eens? Moet hij verder gaan kijken straks? Nou, hij moet niks. Kijk, ik zou die clubs wel hopen dat ze denken van, nou ja, als wij een vervanger hebben van een Iniesta, van Modric, van Toni Kroos. Ja, dat zijn wel de clubs waar hij wel, die spelers die hij kan vervangen. En dan zit je gelijk inderdaad bij de absolute top in de wereld, maar ik sprak hem laatst voor mijn programma De Denen van Pres. En daar was hij vrij nuchter over. Ik ben helemaal happy bij Tottenham. Maar wat wel, Pochettino, stel voor dat hij nu weggaat. Ja, dat zou misschien wel in ding kunnen zijn van, nou, oké, dan wil hij misschien ook wel verder kijken. Maar in dit soort gevallen ben je meer afhankelijk van de clubs dan wat de speler wil. De clubs moeten eerst zeggen, oké, die willen we hebben. En dan gaat het meestal wel door. Maar ben je het mee eens dat hij misschien wel bij Tottenham wel aan zijn plafond zit? Dat hij daar wel bewezen heeft dat hij misschien, ja, inderdaad, je zegt, de Spaanse top ook aan moet kunnen nu? Moet natuurlijk altijd blijken. Je komt in een heel andere. Kijk, Tottenham is natuurlijk een prachtige club, maar is wel subtop van de wereld. En als je het hebt op Barcelona en Madrid, komt er hele andere krachten los. Ik denk dat hij het kan. Zeker voetballend. Mentaal ook. Hij is heel stabiel. Dus ja, zeker.